mensen vragen me de laatste tijd heel vaak van, hey, wat voor werk doe je? Doe je nog die verhuizen? Doe je nog dit? Doe je nog ACN? Doe je nog weet ik van wat allemaal? Nee, ik doe al die dingen niet meer. Tenminste, ik weet niet wat je denkt wat ik doe. Kijk, ik ben gewoon een kunstenaar. Hè? Dus ik weet niet of jullie wel weten wat een kunstenaar is. Ik ben gewoon een kunstenaar. Ik verdien mijn money gewoon met kunst. Klaar. Zo simpel. En verder zijn we bezig met een training te ontwikkelen. Met Team Atlas in Leiden. En dat is Agoge. En ik denk mezelf van, wat zegt hij nou? Ja, Agoge. En dat is een bepaalde training wat we gaan geven. En dat is exclusief. Exclusief. Alleen gewoon echt vechten. Alleen dus echt effectief vechten. Kijk, ik ben er gewoon niet mee eens, weet je. Weet je hoe heel veel mensen vechten? Heel veel mensen kunnen gewoon niet vechten, klaar. Kijk, dan ga ik bijvoorbeeld de boksen. Dan gaat een of andere gast, een grote gast, weet je, een beetje 20 kilo zwaarder dan mij. Dan wil hij met mij gaan boksen. Maar dan gaat hij hoofdbescherming aandoen. Hele harnas. En dan gaat hij met mij boksen. En dan kan hij mij nog steeds niet slopen. Natuurlijk, zijn klappen doen wel pijn of zo, maar bro, ik ben in jouw wereld aan het vechten. Als we echt gaan vechten, gek, maak ik je dood. Begrijp, bro, ik trap je knie kapot, je gaat naar beneden, ik ga niet met jou boksen, gek. Ben je gek geworden of zo? Ik geef je knie in je ballen, ik geef je elleboog in je gezicht. En je gaat dan gewoon anders denken, man. Je gaat heel anders naar het leven kijken, weet je. Je gaat gewoon denken van dat, je gaat gewoon inzien dat jouw lengte heeft helemaal niks mee te maken. Mensen moeten echt ophouden met die bullshit. Van ja, je bent klein. Ja, ik ben klein. En dan wat? En dan wat? Je kan niks doen, hè? Besef, hè? Je kan niks doen. Niks. Niet eens een klein beetje. Begrijp je? Als we gewoon gaan vechten, gewoon echt vechten. Bro, ik bijt je neus eraf. Ik doe echt van die hele wrede dingen. Geef elleboog in je gezicht, knie in je nek. Bro, knie in je ballen. Ik trap je knie kapot, gewoon recht, krak. Net als een lucifersstokje. Bro, ik denk anders, hè? Dus ga nou niet denken dat lengte of grootte of iets wat mee te maken heeft. Heeft helemaal nergens wat mee te maken. Helemaal nergens. Het heeft gewoon met je hart te maken. Met wat zit er in jou. En dat willen we naar buiten halen. En zo willen we dus mensen helpen. En dat is ook een vorm van genezing. Mensen willen al denken dat het alleen maar met liefde te maken. Nee, als je jezelf al kan verdedigen. Als je al weet dat je jezelf kan verdedigen. Zal jij, denk ik, minder snel ruzie zoeken. De meeste mensen die ruzie zoeken zijn mensen die niet kunnen vechten. Want in hun hoofd denken ze dat ze kunnen vechten en dan krijgen ze klappen. Daar gaat het mis. Een vechter, die krijgt bijna nooit ruzie. Of dat is gewoon agressieveling. Maar over het algemeen, vechters, die zijn heel stiekem rustig. En die zijn helemaal niet gespierd of zo, hè. Dus ik weet niet wat ze op met mensen. Ik denk dat mensen zich gewoon meer moeten leren verdedigen. Want dan gaan mensen zichzelf zeker voelen. En dan krijg je gewoon minder trammeland. En zo probeer ik de wereld te helpen. Mensen zeggen van, je wil de wereld helpen. Hoe dan? Met wat? Met wat help je de wereld? Met wat? Demonstreren? En wat dan? Wat voor actie neem jij persoonlijk als mens zijnde? Want je bent de inwoner op deze planeet. Wat is jouw verantwoordelijkheid? Neem je verantwoordelijkheid. Doe iets. Als je goed bent in iets, zorg dat er meerdere mensen daarvan kunnen profiteren. En zodat je meerdere mensen kan helpen. Want hoe meer mensen je helpt, hoe meer geld je verdient. Is toch fucking logisch? Fuck met jullie. Jullie willen alleen maar dingen voor jezelf doen. Ik zie mensen doen allemaal kickboxscholen open, allemaal dingen, maar kunnen zelf niet vechten. Hé, hey, ga weg, man. Ik persoonlijk als persoon, ja, wil iets van iemand leren die het beter kan dan ik. Begrijp je? Of die mij kan begeleiden. Met een open hart. En niet iemand die denkt van, oh ja, kom jij maar even bij mij trainen. Ja, want ik ga je echt kapot maken. Ja, gaat hij me onmogelijke dingen laten doen. Dingen die hij niet eens twee keer kan. Hé, bro, man. Hey, hou op met die bullshit. En dat doen mensen ook in spiritualiteit. Dat doen mensen in geloof. Mensen doen dat altijd. Ze gaan dan één vak zoeken waar ze heel goed in zijn. En dan gaan ze daarin uitblinken wat heel goed is. Maar dan stijgt er een kop en dan gaat hun ego overnemen. En dan op een gegeven moment hebben ze zoiets: fuck the world. En dat met iedereen gebeurt, met Tupac, met al die gasten. Nou, niet allemaal. Ik kan het niet zeggen, allemaal. We gaan niet zeggen van, zie je, je moet je oppassen wat je zegt. Want er gaat één persoon, die gaat weer een fout vinden. Waardoor die jou weer op zijn vingers kan tikken. Fuck, en al die andere duizenden dingen, goede dingen dan.
Dat is typisch mens eigen. En we moeten gewoon daarmee ophouden, man. Klaar, man. Val me gewoon niet lastig. Ik wil niemand helpen. Ik wil gewoon een goed persoon zijn. En met een goed persoon zijn wil ik zoveel mogelijk mensen gewoon een voorbeeld kunnen laten zien van hoe ik ben als persoon. Ik ga niemand lijden, gek. Fuck die shit, gek. Je mag meedoen. Maar we zijn allemaal bazen. We zijn allemaal bazen. En als je geen baas bent, ga ik sowieso niet met je om. Toch een bazin. Ik ga liever met bazin om eerlijk te zijn. Dus als je een baas bent, oké, we kunnen gewoon op afstand gewoon maar met bazinnen. Bazinnen. Dan. Ik heb last van mijn nek. Zie je dat? Ik heb last van mijn nek, weet je. En ik laat me liever masseren door een vrouw dan door een man. Maar dat is gewoon smaken. Kijk, smaken verschillen. Kijk, als jij kiest om dat anders te doen, dat is jouw probleem. Dat kan mij echt niet schelen. Ik zeg jou eerlijk. Het zegt. Ik zeg gewoon, weet je wat het beste is wat je kan doen? Ik ga het geen eens zeggen. Kom maar gewoon zelf achter. Ja, door gewoon een goed persoon te zijn. Die niet alleen maar mensen loopt af te kraken, zodat jij een beter gevoel kan krijgen. Weet je hoeveel gasten, zeg maar, online. En weet je, mensen hebben gewoon groepsapps van mij, gek. Gaan gewoon mensen die ik ken, gaan ze gewoon, als bitches gaan ze gewoon. Hey, ik ben klaar nu, hè. Door jullie doe ik nu mijn mond open, hè. Want jullie weten hoe ik ben. Want in mijn gezicht doe je dat niet. Maar achter mijn rug ga je over mij praten. Hey, luister dan. Is klaar, afgelopen, ja. Ja, ik ben klein, ja. 1 meter, motherfucking 71, naar boven afgerond. Ik heb hier een kale plek. Soort van, het is geen kaal, gek. Wat is met jullie aan de hand? Het is natuurlijk het kaal, maar ja, je ziet het als een beetje schaduw. Ja, logisch, man. Ik heb mijn jaren verkeerd geschoren. Ja, dan krijg je dat je zit ingroeide haren en zo. Fuck met jullie. Het is best wel fris eigenlijk. Dit wordt ook weer een nieuwe stijl. Zometeen gaat iemand hier een tatoeage zetten en dan wil hij zo'n kop hebben. Zo werkt die shit altijd. Mensen praten over, deze muziek van tegenwoordig is echt raar, man. Die gasten die dragen echt heel. Kijk, die gasten dragen echt als homo's. Wat praat jij? Ten eerste discrimineer jij. En ten tweede weet jij niet waar je over praat. Heb je gekeken hoe Rick James zich kleedde? Ga maar kijken, Rick James likte gewoon vrouwen in gezicht. En zo gewoon. Hey, Rick James deed aparte dingen. Hij liep gewoon behakken, hij had gewoon nep haar. Fuck met jullie. Cardi B, heb je Cardi B de smoel gezien daarvoor? En kijk er nu naar jullie. Ga ze eens toe doen. Fuck met jullie. En dan gaan jullie dezelfde mensen, als iemand anders zo erbij loopt, dan ga je die persoon bekritiseren. Maar als je persoon ver weg is. Want dat is het eigenlijk. Jullie houden van al die artiesten, omdat ze ver weg zijn. Want je durft gewoon geen iemand respect te geven in zijn gezicht. En weet je, zo ben ik ook geweest, hè. En vooral in Den Haag. Den Haag is gewoon een haatstad. Mensen haten gewoon in Den Haag. Dat is gewoon een feit. Dus als je in Den Haag kan overleven, kijk, dan ben je erg wel tof. Den Haag is een haatstad. Mensen haten altijd in Den Haag. Ga maar optreden in Den Haag dan. Geloof mij nou maar, jongen. Mensen gaan ineens komen. Ja, weet je wat de mensen komen? Gewoon witte mensen. Die gewoon naar die muziek luisteren. Die gewoon niet kijken naar dit en dat. Die het misschien nog beter snappen. En dan komen. Is onze muziek. Wat doe je ermee dan? Wat doe je ermee? Het is muziek om te delen, toch? Je wilt veel voor jezelf houden. En dat is pure egoïsme. Dat is gewoon hoe de mens in elkaar zit. Ja, en als je daar gewoon niet achter wil komen, dan moet je dat zelf maar weten. Het kan me echt niet schelen wat je doet, man. Ik ga je eerlijk zeggen. Iets heb je dan? Oh ja, nogmaals, kunstenaar. We zijn bezig met onze pijp. Onze chief pijp. De chief pijp. Onze agoge training. Waar je dus echt leert vechten. En je leert echt leert vechten. Oké? Geniet van deze mooie woensdag. De mooie dag van Odin of Wodan. En ga me even uitzoeken wie dat was. Dat was natuurlijk weer de vader van Thursday. Oftewel Thor. En dan kregen we natuurlijk vrijdag. En het was natuurlijk Freya. En Freya, wie was Freya? Was hij misschien een tweeling? Wie was Freya? Ik weet het niet. Maar in ieder geval geniet van deze hele mooie dag. In your face. Joke.